dames en heren, hartelijk welkom bij een nieuwe aflevering van Lekker Even Lekker in Bed. En in deze nieuwe aflevering, aflevering 2 alweer, gaan we verder waar we vorige keer geëindigd waren. Zoals jullie misschien al weten, we gaan niet de volledige game doen, maar we gaan gewoon even lekker 2 afleveringen bemoeien met Super Mario. Volgende week wordt het zeker weer een andere game, dus maar nu voorlopig eventjes de nieuwe Super Mario Bros. Op de DS. Okay, people, let's go to work. En we komen aan bij een nieuw level. Wow, wat is dit? Oké, dit is het nieuwe level wat we spelen. En er staat touch daar zo, maar ik weet niet hoe ik dat touch. Hoe kan ik dat touchen dan op mijn beeldscherm? Ik weet niet. Hoe touchen we dat? Ik weet het niet. Oké, ik zie dat je daar de in kan daar als je kleiner bent. Maar we zijn niet klein, dus we kunnen helaas moeten we doorgaan. Wow. Oh my god, Mini Mario? Wauw. Soms zijn echt dingen die ik gewoon voor het eerst zie. Wow. Oké, er komen random muntjes bij. Kijk hem lopen dan. Geweldig. Het is echt zo random als maar kan dit, jongen. Geniaal. Hoe bedenk je zoiets? Gravity Mario. Maar nu zijn we wel echt ugly ass klein gewoon. Dat ben ik niet blij mee. Ja, ik moet dat touchen daar. Maar hoe doe ik dat? Ik heb dit. Hoe kan ik hiermee touchen? Nou, dan maar niet. We gaan gewoon door het leven als een kleine Mario. En in de hoop dat er zo'n grote icoontje komt. Ja. Komt er maar. Ja, dank u wel. Nou, daar ben ik wel blij om. De goede kant op. Oh, shit. Oh, dat is niet zo goed wat ik daar heb gedaan, denk ik. Oh, de rotgeluid. Oké. Zo kan het ook. Oh, ik ben gelijk dood weer. Oh, was ik vergeten. Oh. Oké, dat is dus niet de goede reden om Mario te spelen wat we doen. Maar jongens, even genieten. Even lekker in bed. Oké, de eerste keer had ik gewoon gelukt dat ik dit heb gehaald. Wat een eentonige muziek. Wat een eentonige muziek. Komt u maar. Dank u wel. Yes, dat moest ik doen. Oké, daarboven zien we een iets waar we naartoe moeten. Nou, daar moeten we naartoe. Oké, hoe gaan we dat doen, jongens? Oh. Oh, dit moet op tijd. Kom op, Vince. Kom op, Vince. Hoe kan ik daar naartoe? Dat lukt me toch niet? Oh, verdikke me. Wat een rot ding. Wat een rot munt. We gaan gelijk door. Oh, niet eruit komen. Goed zo. Oh. 800 punten. Yeah. Chicken tonight. Nou, we hebben in ieder geval het level gehaald. Dat is belangrijk. Belangrijkst. Het volgende level is weer de paddo's. Die hebben we kennen wel, die paddo's. Dat zijn leuke levels. Vorige keer hebben we ook in één keer gehaald. Dat was ook een klein level. Oh, een heerlijk nummer. Oh, oké. Random. Komt u maar. Oh, die is moeilijk te halen. Hallo? Kom op.
Waarom haal ik hem niet? Kom op. Kom op. Kom op. Ja, oh. Hoe doe ik dat? Oh, bijna. Kom op. Kom op. Ik moet hem halen. Ja, zo. Wow. Oké, deze video gaat 20 minuten duren. Nee. Oh, smerig. Stomme springkussen werkt niet. Oh, die moeten we natuurlijk wel nu gaan gebruiken. Oh, krijg je dat ding weer? Wat is verschrikkelijk. Oeh! Ja, en nu? Even lekker in bed. Rustig aan. We hebben alle tijd, we hebben alle levens. Hierna hoeven we dit level het spel niet meer te doen. Tenzij jullie zoiets hebben van Vincent. Dit spel moet je gewoon een keer verder spelen. Dan zullen we dat later een keer verder spelen. Oh, kom op. Hoe doe je dit? Ja, zo, oké. Van op tijd springen dus. Zo doen we dat! Yeah! Concentreer bezig hier nu, hè, Vin. Merk je het? Yeah, dat wou ik! Alweer als ik dood ga in een boos level, dan voel ik me echt zo van... Oh, Vincent, wat doe je? Oké, dat was de bedoeling. Ik ging niet dood. Oké, cool. We hebben wel een vlag. Oké, even die dingen pakken. Dat is alvast al... Juist. Oh, wacht. Uitkijken. Ja, spring. Gaan we dat weer krijgen? Dat gaat me nooit lukken. Let maar op. Oh, kom ik boven? Kom ik... Zo niet! Dat vindt. Oké, nou mag best wel het einde van het level komen. Ja. Ja. Wow, munten. Oké, nou mag ik geen fouten maken. Even rustig in bed. Oké. Ja. Yes. Mario clear. Oké, we gaan het laatste level doen van wereld 1. En dat is het kasteel, het grotere kasteel met de boss. Wat is de mini-boss en nou weer de grote boss, denk ik. Dat het zo in elkaar zit. Oh, dit ziet wel serieus. Shit's getting serious now. Oh, en ik vind... Nou, we hebben een leven erbij en... Oh, hij gaat niet in de lava. Wat is dat? Een bloemetje. Dankjewel, bloem. Die had ik nodig. Oh, uitkijken. Als ik daarin kwam, hè, dan was ik gewoon echt plat. Oh. Kunnen we rennen? Ja, oké. Oh. Nou, laat maar zitten. Rennen. Oh. Hoe komen we daar? Oké, zo dus. Ik denk dat iedereen die Mario in het begin dat speelde, ik speelde echt voor het eerst... Ik heb dit wel eens gespeeld, ik weet niet wanneer, maar ik heb het gewoon ooit eens gespeeld. Ik weet ook niet hoe, trouwens. Oh, het komt daar uit het water. Hoe moet ik dat doorpakken? Oh, er komt wat uit het... Holy fuck, wat gebeurde daar? Zag je dat? Ik dacht, ik ga vallen in het lava, ik heb wat een leven eraf. Is hij de baas? Oh, het is heel stil en dat hou ik niet van.
Moet je er overheen springen? Dan ben je in één keer gedood, toch? Ja, ik weet hoe dit gaat. Let op. Kijk, zo. En dan dood. Ja, dat was. Ja, dat is officieel de Mario ook. Ik denk dat je hem ook anders had kunnen doden, zeg maar. Ik mis wel een munt. Dat is raar. Ik denk dat we naar een nieuwe eiland gaan. Ja, de desert. Dat is ook offshore. Natuurlijk ook de echte Mario. Hè? We gaan saven en we gaan stoppen met Even Lekker in Bed. Ja, de tweede aflevering. We gaan de volgende keer een ander spel spelen. Wil je weten welk spel? Kijk gewoon volgende week weer even terug naar een nieuwe aflevering. Even Lekker in Bed. Tot de volgende keer. Doei doei.